Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goedendag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Goedemorgen, hier zijn we weer met een workout. Ik heb bij me Nigel en Rogier. En die hebben er heel veel zin in. Ja, zeker. Vandaag gaan we lekker benen trainen. Benen en billen. Wij zijn straks helemaal summerproof, ondanks de coronacrisis. We staan keurig 1,5 meter van elkaar af. En we gaan zo meteen lekker starten. We beginnen even met rustig stappen. Kijk, Nigel, die kan de lach al niet onderdrukken. Die denkt, oh, benen, daar had ik echt zin in vandaag. Vindt u leuk, hoor? Nou, let op, komt u aan. We beginnen met knieheffen. Nigel, doet iets zwaarder op zijn jas. Zoals ik al zei, die had er heel veel zin in. Rogier, die begint iets rustiger. Gewoon stap op de plaats en de knie opheffen. Neem lekker je armen mee. Nog 15 seconden. Oh, die hartslag gaat omhoog, hè? Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. En stappen. Laat maar even rustig zakken. En dan gaan we over 5 seconden naar de hakbil. 3, 2, 1. Yes. En ook hier heb je weer de optie. Je kan hem in een hoger tempo doen. Een klein beetje springend. Of je blijft staan op de plaats waarbij je met je hak je billen aantikt. Nog 15 seconden. Dus als ik ook hier kan, dan lach al niet meer onderdrukken. Goed, dan blijf je te bezig. Inspireert, hè? Als je zo iemand bezig ziet. We gaan even weer. Stappen. Heel goed. 5 seconden. Gaan we joggen op de plaats. Yes, let's go. Het tempo kan hoger, het tempo kan lager. En lukt het echt niet, kun je er altijd nog voor kiezen om gewoon te blijven stappen op de plaats. Dat is altijd je optie waar je dan terug naartoe kan. Nog 15 seconden. Come up. Het is bijna wel een kijk op zichzelf. 5, 4, 3, 2, 1, stap. Een serietje gaan we zo meteen nog een keer doen. Over 5 seconden beginnen we weer met het knieheffen. 3, 2, 1, en go. Netjes. Kom naar zonder 10. Vijf, vier, drie, twee, één. En stappen. Zoals u ziet kun je de workout zo zwaar maken als u zelf wil. Nog 5 seconden. Dan gaan we weer naar de hakbil. 3, 2, 1 en start. Twintig seconden. Ga op. Je bent er bijna hoor. Nog 5, 4, 3, 2, 1, stappen.
Nog een keer. Krijg er warm van. We gaan joggen op de plaats. Let's go. Het laatste stukje van de warm-up en dan gaan we die benen echt aan het werk zetten. En ze staan letterlijk te trappelen. Nog 15 seconden. Kun je nog een beetje versnellen in die laatste secondes? 5, 4, 3, 2, 1, stappen. We gaan zo meteen starten met een moederoefening van de krachtsport. De squat. Een oefening voor de bovenbenen. Voorkant bovenbenen, achterkant bovenbenen, billen, ook voor je romp. Zet je voeten iets breder dan je breedte. Duw je billen naar achter, zet het gewicht op je hakken en duw jezelf weer op. Zodat je romp mooi lang houdt, kruin naar het plafond. En op het moment dat je onderin bent, moet je je tenen kunnen wiebelen. Kijk ook even waar die knieën naartoe gaan. Ze blijven naar het midden van de voet wijzen. Nog 10 seconden. En hoe dieper je zakt, hoe meer resultaat, hè? Maar je doet uiteraard altijd wat je kan. En we gaan dus stappen op de plaats. Dat was het eerste rondje squats. Dan gaan we zo meteen naar de deadlift. Dat is een oefening voor de billen en voor de hamstrings, achterkant bovenbenen. Kom op, let's go. Deadlift. Je houdt je romp lang en je scharniert vanuit de heupen. Je mag je benen gestrekt houden, eventueel met een beetje knikken in je knieën. Heel goed. Voel je direct aan de achterkant? Zeker. Ja? Dus je duwt als het ware je heupen naar achter. Je maakt je romp lang. Nog 3 seconden. En we gaan weer stappen op de plaats. Voorkant bovenbenen, achterkant bovenbenen, billen hebben we er allemaal gehad. Dus we gaan nu naar de kuiten. Oké. Kom staan en dan kom je op je tenen staan, je maakt jezelf lang en je rolt je voet weer af. Kom op je tenen, maak jezelf lang en rol je voet af. En ook hier, hoe groter je beweging, dus hoe hoger dat je op je tenen gaat staan, hoe meer je zult voelen. Je doet alles uiteraard op je eigen niveau. Het is ook een beetje balans, hè, zoals je ziet. Nog 3 seconden. Dan gaan we stappen op de plaats. Dat is lekker even stappen. Even los. En dan gaan we zo meteen naar de lunges. En dan blijft het linkerbeen voor staan. En je stapt met het rechterbeen naar achter. Knie onder je heup. En dan buig je je achterste knie naar de vloer. En je duwt jezelf vanuit je voorste voet, vanuit de hak, weer omhoog. Probeer je romp recht te houden, lang te houden. Dus je zakt loodrecht naar beneden en je duwt jezelf weer op. En let erop dat die knie niet naar binnen stuurt, hij moet recht naar beneden. Nog 5 seconden. Naar het voelen. En maar even stappen. En dan gaan we uiteraard zo meteen naar de andere kant. Als het goed is, ga ik nu een klein beetje voelen in die benen. Beetje verzuren. Wissel van kant. Zet je andere voet naar achter. Op de tenen. En buig je achterste knie. Hoe meer herhalingen je maakt, hoe meer er gebeurt natuurlijk. Dus als je dat kan, als je de techniek goed onder de knie hebt, doe dat vooral. Nog 10 seconden. Je bent bijna op de helft van je workout. 4, 3, 2, 1 en stappen. Hoe gaat ie? Goed. Ja? Want ik zie de mondhoeken toch een beetje zakken nu. We zijn geconcentreerd. Jullie zijn geconcentreerd, heel goed. Dan gaan we terug naar de squat. Zet je voeten deze keer misschien iets breder. Beetje wat minder super squat. Borst op, duw je billen naar achter, gewicht op je hakken en duw jezelf weer op. Let er even op waar de knieën naartoe gaan. Ze blijven naar het midden van je voet wijzen. En hoe meer herhalingen je maakt, hoe meer er gebeurt.
En Nigel denkt, kom, we gooien daar nog wat tegenaan. Jump squat, makkelijk, als je dat kunt, ga lekker mee. En we gaan weer stappen op de plaats. En dan gaan we zo meteen weer naar de deadlift. Even rust in je ademhaling. Dan gaan we naar de deadlift. Zet je voeten weer onder je heupen. Maak je romp lang vanuit je heupen. Scharnier naar voren. Duwt je heupen als het ware naar achter. En je moet je voorstellen dat je gewoon een glas wijn of een pilsje tussen je schouderbladen kunt zetten. Op het moment dat je laag bent. Zonder dat je omvalt. Zo mooi recht moet je je rug proberen te houden. 5, 4, 3, 2, 1 en stappen. Goed. Over 5 seconden gaan we weer naar de kuiten. En dan kom je weer op je tenen staan. Zet je voeten neer. Kom op je tenen, duw jezelf op. En rol je voeten weer af. Op. En laat zakken. Is het nou heel lastig thuis? Pak even een deurklink of een stoel eventjes vast. Let wel op dat hij niet om kan vallen. Maak jezelf lang. En laat zakken. 10 seconden. 4, 3, 2, 1. En stappen. Over 10 seconden gaan we weer naar de lunges. Linkerbeen voor, rechterbeen achter. Dus haal nog even heel diep adem. Zet je rechterbeen naar achter. Knie onder je heup. Je buigt je achterste knie naar de vloer. En je duwt jezelf omhoog met je voorste voet. Maak je romp zo lang mogelijk. Dus je krijgt eigenlijk twee hoeken van 90 graden. En Nigel die fluisterde mij in dat hij er echt keiveel zin in had. Dus je maakt er een jump lunge van. Dit mag, hè? Het hoeft niet per se. Je kunt ook mee blijven gaan met Rogier. En we gaan even stappen op de plaats. En dan gaan we zo meteen wisselen naar het andere been. Yes. Loodrecht naar beneden. En als je techniek goed is en je denkt, nou, gaat lekker, probeer je gewoon meer herhalingen te maken. Of je gaat weer mee met Nigel en je kijkt of je kunt springen. Mag, is een optie, hoeft niet per se. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en stappen. Hoe voelen de beentjes? Goed. Ja, merk je dat je wat gedaan hebt? Dat toch wel. Heel goed. Blijf even staan. Dan pak je van één been even de enkel vast. Knieën bij elkaar. Zoek je balans. En dan wissel je even rustig van kant. Even stretch. Voel je dat je ademhaling een beetje zakt, dat je weer een beetje op adem komt. Even diep doorademen. Gaan we weer even stappen op de plaats. Ik hoop eigenlijk dat je het morgen ook nog voelt. Kruis je rechterbeen achter je linkerbeen. Met je rechterarm leun je mee naar links. Vind je dat lastig, dan laat je je benen gewoon naast elkaar staan. En dan maak je alleen die buiging opzij. En wissel rustig van kant. Nog 5 seconden. Dan gaan we even stappen op de plaats. Dan zet je je rechterbeen voor en je buigt door in je linkerbeen, in je achterste been.
je rechterbeen, je voorste been blijft gestrekt. En als het goed is, voel je dan direct aan de achterkant van het bovenbeen, van het voorste been. Wissel even rustig van kant, zet je linkerbeen voor. Buig door. En dat was hem. Heel goed, we hebben lekker weer getraind. Heel graag weer. Tot de volgende. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.